Fouquet brengt hem voor. Kubo scoort. Ja, dit kan wel een goal. Ja, zo moet Zultewaardigem wel wakker worden. Het is Kubo die het weer doet. En die voor de openingsgoal zorgt hier in de partij. Een knappe bal in één tijd van de Jager. Nou, Koulibaly is bij die bal. Moet hem terugleggen. Even kijken, kan zich draaien. Doet dat goed. Ja, er is dat veel meer in. Ga maar lopen, zegt Milicevic. Dat is geen goede bal. Maar toen is er vandoor. En dus moet Milicevic in de achtervolging. Dus geen goede bal. Het is te zeggen, geen goede voorzet. Maar het werd nog bijna zeer gevaarlijk. Het werd gevaarlijk. Bal tegen de lat. Nou, tweede paal, Leijen zoeken. Daar is Leijen met de poging. En gered. Koulibaly, Fokker met de trap afgeblokt. En dan Kubo met de trap. Nou, het is niet zo hard, maar wel goed geplaatst. Zou net in het hoekje gepast hebben, denk ik. Ja. Gueye met de mogelijkheid. En Kalinic. Met een soort volleybalbeweging nog slaat met die arm naar de pol. Het zou een on-goal geweest zijn, denk ik. Het was een trap van de Jager, volgens mij. Die zijn been ervoor steekt. Kubo. Met veel mee. En nu kan hij zijn snelheid uitspelen, de Japaner. Nou, meteen voor de goal. Dat is een goede bal. Goed gelaten door Maton. Milicevic met de kans. Milicevic. En Maton, hey, die laat hem. Want hij dacht dat hij bij de spel stond. Leerager. En de voorzet Dalskaart. Leijen! Goeie poking van Bayer Leijen. Koulibaly wacht op steun. Kubo zegt, daar wil ik hem hebben. Hij doet dat goed in Japan. Dat is een slimme voetballer, Kubo. En een goede voorzet ook. Maton. Maton richting Koulibaly. Ja, gezocht en gevonden. Daar de kans Leijen. Oh, nou een missen. Nou de meester van Bayer Leijen. Meite tussen de benen. En dan is dit de mogelijkheid voor Koulibaly. Die mag doorgaan. Koulibaly die het moet afmaken. En dat ook doet. Met zijn lange benen zorgt hij voor de 0-2. Een halve minuut geleden had Leijen nog de mogelijkheid om het hier gelijk te maken. Maar het is Gent dat met de drie punten gaat lopen.